Vanuit het gezelligste foyer van heel Nederland zijn we weer klaar voor een nieuwe aflevering van Hedelneer. Een hartstikke mooi programma vandaag, want wij gaan laten zien hoe we Hedelneer maken. En daarvoor hebben we de mensen van het Deltion uitgenodigd. Judith van de Clip schuift zo aan. En dan gaan we een gesprek hebben over hoe we dit nou doen met de studenten samen. Tom Leeuwenburg is hier en die gaat alles vertellen over Ella Fitzgerald en over de jazz in Zwolle. We hebben Victor Koning met het liedje van de maand. We hebben Stack Pariah, onze stageband. En we starten natuurlijk en geven ze een heel groot applaus met onze huisband. Hier is Jesse! Aan tafel zijn aangeschoven vandaag speciale gasten van het Deltion. Directrice, directeur Renske, Venhuizen, ICT, Media en Design. En daarnaast zit Leonard Hulbers, opleidingsmanager bij het Deltion. De uitvoerend docent hier op de vloer bij Hedelneer, onze baas Henk Mekkering. En natuurlijk de chefin van het productiehuis, Judith van de Clip. Fijn dat jullie er zijn. We zijn natuurlijk een aantal maanden al bezig met Hedelneer en we werken al een tijdje met de studenten. Maar dit leek ons toch het moment om eens even aan tafel hier te bespreken hoe het eigenlijk gaat. Want Judith, hoe gaat het met Hedelneer? Nou, inmiddels best wel heel erg goed. Ja, we in het begin moesten natuurlijk heel erg veel leren. Daar gaan we het straks ook over hebben. Maar het wordt steeds beter en krijgt steeds meer een vorm. En we hebben nu een best wel dik boekwerk geschreven. Hoe het allemaal moet en welke functies er allemaal zijn en wat het allemaal inhoudt. Dus voor iedereen is het ook heel duidelijk wat ze nu moeten doen. Dus ik ben echt heel tevreden, ja. En hoe vind je de samenwerking gaan met het Deltion? Ook heel goed, ja. Ja, dat krijgt ook steeds meer vorm. Daar gaan we het zo ook nog over hebben. Het was in het begin natuurlijk een beetje zoeken. Ik heb contact gezocht met Henk. En daarbij hebben we gekeken wat we voor elkaar konden betekenen. En zo zijn we hiertoe gekomen. En door schade en schande worden we een beetje wijs. Wat werkt en wat niet werkt. En ook in de samenwerking. We hebben steeds meer mogelijkheden gekregen. En daar zijn we heel blij mee. Het werkt heel goed. Ja. Oké, maar dan ben ik wel even benieuwd, Renske. Is dit nou een landelijke tendens dat we zulke opdrachten in de praktijk gaan creëren voor de studenten? Ja, ik denk het wel. Ik weet niet exact wat er allemaal in het land gebeurt. Maar wat ik om me heen zie is dat we als mbo-scholen wel heel erg op zoek zijn naar betekenisvolle leeromgevingen. We willen mensen opleiden tot hele goede vakmensen.
We vinden het ook belangrijk dat onze studenten doorleren. Dus eigenlijk alle kansen benutten die ze hebben. En we leiden ze ook op tot goede burgers, zal ik maar zeggen. En dan zitten we wat dat betreft in dit college Design, Media en ICT in een hele mooie wereld. Want een burger vindt het ook erg leuk om vermaakt te worden en om te genieten van muziek en van kunst en dat soort zaken. Dus het mes snijdt aan alle kanten wat dat betreft. En als ik dan kijk naar Deltion, dan hebben we natuurlijk een prachtige school. Dat is een hele leuke leeromgeving, maar voor studenten is het vele malen leuker om buiten de deur te leren. En dan zijn wij heel erg blij met de samenwerking met Hedon wat dat betreft. Want hoe leuk kan je het hebben om echt betekenisvolle dingen te doen in de praktijk. En dat is wat ons betreft heel waardevol. Heeft u de uitzending wel eens gezien al eerder? Ja, heb ik gezien. En wat vond u ervan? Ik vond het hartstikke leuk. Zeg maar je trouwens. Ja, mag je zeggen? Ja. Gaan we dat doen. Ja. Ja, wat vond je? Ik vind het geweldig. Ik vind het ontzettend leuk voor de stad, voor de regio. Want je laat uiteindelijk zien wat jonge mensen met elkaar creëren. Wat artiesten met elkaar creëren. En wat we in deze regio doen. En het bruist en leeft. En dat laat je eigenlijk in een notendop via dit programma zien. En dat is prachtig. En dat onze studenten daar een bijdrage aan leveren, ja, dat is mooi. Okay. En voor jou, Leonard, jij bent opleidingsmanager bij Deltion. Hoe vind jij dit programma? Ik vind het programma vreselijk leuk. Ontzettend professioneel opgezet. Je merkt eigenlijk niet dat het door studenten is gefilmd en gemonteerd uiteindelijk. En ik vind het er gewoon leuk en gezellig en goed uitzien. En ik denk... Renske zei net al iets over de samenwerking met Hedon, maar ik denk ook dat het eigenlijk een unieke samenwerking is. Het is eigenlijk wel een landelijke tendens dat het onderwijs op zoek gaat naar het beroepenveld om samen te werken. Maar tegelijkertijd denk ik dat wij heel vroeg hiermee zijn en dat we in een hele mooie regio zitten. En dat we als partners Hedon en Deltion echt hele mooie dingen hier neerzetten. Die erg belangrijk zijn voor onze studenten. En heb je nou ook een idee hoe zo'n dag er voor ons uitziet als vandaag? Sinds vandaag wel. Ja? Eerder eigenlijk niet. En Henk heeft me er ongelooflijk veel over verteld. En Henk die kan er heel veel over vertellen. Maar dan heb ik wel beelden. Maar om het echt te zien is toch, toch anders. Nou, ja. Voor alle mensen die niet weten hoe hard wij hier werken om dit voor elkaar te krijgen, hebben we hier een klein filmpje. Best een applaus voor geven, vind ik eigenlijk. Ja, want het is een waanzinnige klus, Henk. Want wat de mensen niet weten, de grote zaal van Hedon is gewoon helemaal omgetoverd nu tot een regiekamer. In de foyer is het echt de setting van een live programma. En ik weet niet of de regisseur een beetje kan meedraaien nu, maar er staan hier nu om mij heen 4 cameramannen. Shots te maken, dit op te nemen. En als we terugkijken, ja, het ziet er toch fantastisch uit, jongens. En als we terugkijken nu de afgelopen maanden, dan hebben we ook fantastische artiesten hier al gehad. Ik moet even met Rico, Tangerine, de jongens die hier zijn geweest. En ook die filmpjes worden gewoon gedeeld, die belanden op internet. En wat dat betreft een uniek platform natuurlijk, want er is eigenlijk geen poppodium in Nederland dat een televisieprogramma heeft. Maar dan vraag ik me eigenlijk wel af, Judith, hoe hebben we dit ook alweer bedacht? Hoe ging dit ook alweer? Waarom wilden wij een televisieprogramma? Nou, eigenlijk wat centraal staat, en ook vanuit het productiehuis, is talentontwikkeling het allerbelangrijkst. En dit is gewoon
een hele fijne manier waarin het allemaal samenkomt wat er bij talentontwikkeling komt kijken. Want als jij jong bent en je wil je ontwikkelen als artiest of in de muziek of in deze branche, dan heb je verschillende dingen nodig, waaronder een netwerk. En hier, je ontmoet allemaal artiesten, ook startende artiesten. Daar kan je verbinding mee maken, je kan contacten leggen, misschien nieuwe opdrachten opdoen. En in ieder geval zelf heel veel leren. Je netwerk uitbreiden, je kan mensen aanspreken die hier werken. Je kan vragen stellen, je kan onze programmeur aan zijn jasje trekken. Dat hebben we. Dan een groot stuk inspiratie. Want waarom wil je het vak in? Waarom wil je dat gaan doen? Welke mensen inspireren jou? Welke kant wil jij zelf op? Je hoort hier verschillende soorten muziek. Van klassiek tot jazz, zoals vandaag. Rock, van alles eigenlijk. En dat is de bedoeling, zodat iedereen gewoon kan zien van... Nou, wat is er allemaal? En waar zou ik zelf heen willen? Waar is mijn weg? Inspirerende verhalen. Ook door de mensen aan tafel. De mensen die we uitnodigen hebben allemaal een verhaal. En daar kunnen we echt iets van opsteken. En mensen die al een hele carrière bijvoorbeeld hebben gehad in de muziek, die kunnen mooie verhalen vertellen, waardoor je echt zin krijgt om zelf meer muziek te maken. Ja, we zijn ooit eens gestart met Hans Lafaye, die hier prachtige verhalen kon vertellen over alles wat hij backstage ook had meegemaakt. Ja, precies. Maar ik wil even naar Henk, want Henk, jij staat hier keihard te werken met een heel team. Jij stuurt die studenten aan. Ja. Nou weet ik dat jij enorm voorvechter bent van dit soort praktijkopdrachten. Ja. Wat maakt Hedonair nou zo belangrijk voor deze studenten? Dat er zo gigantisch veel mis kan gaan. Ja? Eigenlijk is, dat klinkt heel stom, maar als het goed gaat is het een wonder. Er zijn zoveel kleine dingetjes die bij elkaar moeten komen. Er zijn zoveel mensen die op precies het goede moment op het goede plekje moeten staan. Wat je zei ook, het is daarachter omgetoverd tot één grote regieruimte. Dat klopt. Dat er heel veel mis kan gaan, is gewoon heel erg goed. Dat houdt iedereen scherp en dat zorgt er ook voor dat je op een andere manier gaat denken. Als je in dezelfde omgeving werkt elke keer, dan ken je het kunstje op een bepaald moment. En dat is een ding. Je krijgt heel veel kansen ook om inderdaad op een andere manier bezig te zijn. En ook te voelen dat het heel echt is wat je doet. Als je hier de bocht uit vliegt, dan is dat niet erg, dat mag. Ik bedoel, wij vinden het allemaal heel vervelend, maar goed, dat doen we allemaal wel eens. Maar het kan en het is mogelijk. En wat ik zo ontzettend stoer vind, is dat waar iedereen, heel bot gezegd, op school uit de bocht vliegt, omdat ze het gewoon niet doen, doen ze het hier niet. Want het voelt anders, je bent op een andere manier bezig. De manier waarop de studenten daarachter ook met elkaar bezig zijn, ook als ze rust hebben. Want we hebben het nu ook een beetje, we zijn nu een aantal keren hebben dit gedraaid. Dus het begint inderdaad wat rustiger te worden. Dat is op zich wel fijn, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar wat je dan ziet is dat ze ook tijd hebben om even te genieten van wat ze aan het doen zijn. En zelfs ook om even te ontspannen. En dan zie je ook dat studenten die normaal gesproken eigenlijk gewoon op een heel ander plekje staan binnen die groep op school ook. Ertussen zitten of een hele andere rol krijgen of een trekkersrol of wat dan ook. En dat is heel leuk om te zien. Leren elke keer weer, want ze kijken mee, ze horen van hun collega's, ze zien wat er de vorige keer fout is gegaan. Besteed er in de les ook gewoon weer aandacht aan. En ze krijgen hele reële opbouwende kritiek van de professionals met wie ze samen moeten werken. En ook de goede kritiek vind ik, want hij is gewoon ook hard op een goede manier. Gewoon to the point, daar waar hij hoort. Jij hebt daar niet goed je werk gedaan, je hebt daar dit laten vallen, je hebt daar niet op het punt gestaan waar je zou moeten. En dat is heel goed. En dat geldt trouwens niet alleen voor de studenten, en dat is ook heel leuk. Want onderling, in dat hele team, inmiddels is het gewoon een heel team geworden, hebben we dat ook. En studenten lezen en kijken en horen ook gewoon mee. Die zien ook dat wij onderling aan het leren zijn. En dat biedt ook nog eens een keer het verhaal dat ze zelf het idee hebben zo van, oké, iedereen leert, we zijn niet... En dat zijn allemaal dingen die... En dat is maar een heel klein dingetje. En dan heb je het nog bijvoorbeeld over inderdaad wat jullie ook al noemen, de artiesten die hier zijn, de kansen die ze hebben, de andere manier waarop ze ermee om kunnen gaan. Ook dat je geconfronteerd wordt met klassieke muziek. Productiehuis is meer dan alleen Hedonair, we laten dingen zien. Maar je wordt geconfronteerd met klassieke muziek en dan zit je daar met een hele groep hardstyle jongetjes, ik noem het maar even heel denigrerend zo, en studenten die daar ontzettend van houden. En die komen in hun vrije tijd nog even bij een opname kijken omdat het om hardstyle gaat. Dat is klassiek en dan zitten ze met tranen in de ogen, zitten ze achter in de zaal en dan gaan ze klassiek luisteren. En dat is, bedoel, als je het nou over helpen hebt en dingen breed maken, dat is het. Okay. En dat is wat hier gebeurt, onder andere. Ik bedoel, en dat is wat je doet op het moment dat je mensen met elkaar confronteert en samenbrengt en enzovoort. Het klinkt als het ideale onderwijs als ik jou hoor praten. Ja, maar goed, je zei het al. Ik ben een ongelooflijk voorvechter hiervan. En
Nee, ik hoor Renske het net beaamd net. Ze zegt, ja, dit is... Nou ja, wat Henk ook zegt, je leert doordat je in een omgeving bent waar er vertrouwen is, mm-hmm. maar waar je tegelijkertijd ook de fouten mag maken die nodig zijn om te kunnen leren. En dat is een ideale leeromgeving. En dan heb je ook bevlogen mensen nodig. Nou, mensen zoals Henk bijvoorbeeld, die uiteindelijk ook ongelooflijk veel geven om dit mogelijk te maken. En een samenwerkingspartner, want je moet het samen doen en je moet samen ook de meerwaarde daarvan zien. He, als een van beiden daar niet vol voor gaat, gaat het ook niet lukken, denk ik. Dus we geven als school, als Hedon, maar ook die student, die moet alles geven om daarin te kunnen leren, want anders gaat het ook niet werken. En ik denk dat die formule in dit geval aanwezig is en dat het daardoor ook een succes wordt. Dus ik geloof er erg in, ja. Fijn, gelukkig. En Leonard? Ja, ik vind deze vorm ook heel erg mooi, omdat die zo goed te plannen is. En dat klinkt een beetje blauw en programmeerachtig. Maar je bent een manager, toch? Ik ben een manager, dat klopt. Maar het is ook heel belangrijk dat studenten ook lessen Nederlands en rekenen en Engels en praktijklessen eerst voorbereiden en leren op school. Dat is wat schoolser. En dan toepassen in de praktijk, waar je al die fouten maakt. En waarbij je ook nog moet denken van, ja, hoe los ik die fouten in vredesnaam op? En over een uurtje gaan we live. Kan niet, want er is iets vreselijks gegaan. Dat geeft een hele mooie dynamiek. En ik denk, omdat dat zo betekenisvol leren is, omdat het om het EGI gaat, zijn studenten ook extra gemotiveerd. Ik hoor dat ook altijd van studenten. Ik bevraag studenten altijd regelmatig, wat vind je van ons onderwijs? En wat krijg je dan terug? Ze zijn altijd enthousiast over de projecten. En over het algemeen zijn ze toch wat minder enthousiast over de schoolse lessen. En die zijn heel belangrijk, dus dat moet ook. En daar moet je gewoon doorheen. Maar de projecten die vinden ze over het algemeen heel fantastisch. Ja. Dus dat is ontzettend leuk om te horen. En aan ons de kunst om dat in een goede balans, zeg maar, te organiseren voor de studenten. En dit is dus dan mooi, want het is goed te plannen. En het is vooraf weten we wanneer het is. We kunnen in de lessen er aandacht aan besteden. We kunnen zorgen dat de studenten daar naartoe werken. Dat hier zo min mogelijk fouten gemaakt worden. Maar die fouten die mogen gemaakt worden. En dat is heel erg mooi. Ja. Maar laten we even plannen. Als we aan het plannen zijn. Mm-hmm. Hoe gaan we het volgend jaar doen? 1 keer in de maand, 2 keer in de maand? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er heel veel te doen is bij Hedon. En dat maakt het voor ons ook vreselijk interessant. Hè? Niet alleen Hedon Air. Maar ook bands die hier optreden, licht en geluid, de artiesten die hier komen. Ik denk dat er genoeg te doen is voor een student om hier te werken. En Hedon Air is een hele mooie vorm. En voor ons intern is het ook nog heel interessant. Ik ben opleidingsmanager van podiumtechniek en van artiest. Mm-hmm. We hebben ook nog teams AV-specialist. En het is heel erg leuk om die studenten ook aan elkaar te koppelen. Dus ik ben ervan overtuigd dat we die vorm weer gaan vinden. De hoeveelheid maakt mij eerlijk gezegd niet zo gek veel uit. De totale hoeveelheid opdrachten vind ik interessant. Maar of het heel meer is, of een hele goede band, of een hele mooie belichtingsopdracht, dat is me helemaal even. Maar ik vind het een heel mooi programma. Dus wat mij betreft mag het 2 keer per maand. Oké, 2 keer per maand. Die hebben we. Hey, Henk. Ja. Even, want die uitzending is dan op een gegeven moment gedraaid. Die is klaar. Wat gebeurt er dan? Dan neem je het materiaal mee naar school? Of hoe verwerk je dat dan in opdrachten? De vorm die we nu hebben, we nemen mee naar school inderdaad. Mm-hmm. Hè? En dan moet het gewoon binnen een week moet het gewoon afgewerkt worden. Dus daar zit nogal wat druk op. Mm-hmm. En die druk is ook weer heel erg goed, want deadlines is ook al zijn we er allemaal wat moeilijk mee. Maar deadlines zijn gewoon van levensbelang in dit vak aan alle kanten. Je moet je aan je deadlines houden, je moet ze gewoon halen. Dus, en dan krijg je dus inderdaad, want er werd net ook gezegd zo van ja, en dan, het kan niet, over een uur moet de voorstelling starten. En dat is helemaal geen sprake van, het moet namelijk. En dat is hetzelfde met, met het afwerken van het materiaal. Het moet gewoon binnen een week klaar. Dus je moet niet kijken, hoe lang ben ik ermee bezig? Je moet gewoon kijken, zoveel tijd heb ik en wat kan ik in die tijd doen? En dat doen we er ook aan. En als het goed is, dan zie je het steeds groeien. Met studenten is dat zo. En dan heb je ook nog het leuke ding. Met studenten gaat het dan zo. Hè? Het gaat groeien en dan heb je weer nieuwe. Dus dan gaat het even weer naar beneden en dan gaat het weer groeien. Maar over de hele linie leer je steeds beter werken. Dus dan gaat het omhoog. En dat is een heel leuk ding. Maar dan werken we het af. En dat is bloed, zweet en tranen. En moeilijk. En na schooltijd. En 's nachts. En thuis. En, maar goed, als je onderdeel bent van zo'n ding, dan doe je dat ook. En het gebeurt inderdaad dat ik met studenten aan het Facebooken ben om 11 uur 's nachts. Er staat daar een dame in het publiek ook. Die heeft
dit klusje al eens een keer helemaal op video ook gedaan. Ik zie er daar toevallig net achter staan. Hmm. En dat was inderdaad, het moest allemaal heel snel en het was heel lastig. En het was een hele lastige uitzending. Er ging van alles technisch mis. Er moest heel veel gebeuren. Nou, we hebben heel wat avonden laat daar nog over gecommuniceerd. En dit zo en dat zo. En dat gebeurt ook gewoon. Ze doen het ook gewoon. En we leren het ook, hè? Wij zijn wel eens gestart, de eerste uitzending. En dan begonnen we en hadden we zoveel instartfilmpjes. En ik zag ook gezichten om me heen. En ik dacht, gaat het allemaal goed? Dan hadden we het toch gered. En ik merk eigenlijk nu, een aantal maanden verder, dat we toch ook steeds relaxter en dat we steeds beter begrijpen wat we aan het doen zijn. Ja. En ik vind het waanzinnig leuk om te presenteren en te doen. Hoe is het voor jou, Henk? Ja, ik vind het waanzinnig leuk om te doen. Sowieso is Hedon een plekje waar ik me heel prettig voel. Mm-hmm. En ik ben er een enorm voorstander van om dit soort dingen te koppelen aan een school. Dat hoort gewoon samen. Talentontwikkeling is, dit is mijn vak. Hoe stom het ook klinkt. Ik bedoel, je kunt je leraar zijn, maar wat ik probeer is zoveel mogelijk die talentjes naar boven te krijgen, kansen te creëren. Dat vind ik leuk. Ik weet niet of dat klopt hoor, ik zat dus met mijn psycho overleggen, maar dat vind ik nou eenmaal gewoon verschrikkelijk leuk. Als ik iemand zie vliegen, dan heb ik zoiets van, ah, dat is fijn, ik ben onderdeel van geweest en dat vind ik heel leuk. En dat zie je dus heel veel gebeuren. En dat is, school ook. We hebben zo'n mooie speeltuin daar. We hebben artiesten, je zult straks Sterk Pariah zien. Mm-hmm. Die komen daar binnen. Daar doe ik dan een project mee. En vanaf de eerste dag heb je dan zoiets van, oeh, dit is anders. Dit werkt. En dat blijkt ook. Natuurlijk helpen we dan wel mee, want ik breng wel onder de aandacht enzovoorts. Maar hier zitten wat mensen zoals Judith en de andere artists en residents die heel goed kijken en heel goed weten wat is en wat niet. En die kijken mee en die hebben zoiets van, je hebt gelijk, kom maar, we gaan spelen. Hier stage. Extra aandacht in stoppen. Nu hebben we zelfs een gedeelde stage. Mm-hmm. De jongens lopen gedeeltelijk hier stage en gedeeltelijk bij ons. Henk, ik zit echt te zoeken naar een moment dat ik zeg, zullen we naar die band? Want we hebben hier een stageband. Nee. Maar zo is het, ja. Mag ik even inbreken? Het is fijn, want we hebben nog een filmpje staan. Verder. Maar het is inderdaad, wat Renske zegt, het is fantastisch om te zien welke bevlogen docenten hier op de vloer en ook de professionals van Hedon in een overdrachtssituatie bezig zijn om dat te leren aan de studenten. En ik denk dat wij daar straks maar even een borrel op moeten drinken. En mag ik jullie heel erg danken voor jullie komst. En dan gaan wij kijken naar een filmpje van Remy van Kesteren. Ja. En hebben we eigenlijk, is het een beetje de tip van de maand, is het toch? Ja. Want wie is Remy? Nou, ik wil eerst nog even iets anders zeggen. En dat is dat je hebt natuurlijk het netwerken, inspiratie. Dat is ook Remy, daar ga ik zo even iets over vertellen. Mm-hmm. En ook het spelen. En gewoon op speelmogelijkheden jezelf kunnen laten zien. Mm-hmm. En dat is ook heel belangrijk. En dat kunnen gewoon mensen zoals Stack Pryor, die bij ons stage loopt, straks doen. Dus kunnen ze zich laten zien. Succes jongens voor straks. Maar ik heb met Remy van Kesteren een hele beroemde harpist. Een jonge gast die als klassiek muzikus echt wereldberoemd is geworden. En met de grootste orkest heeft gespeeld. Gevraagd, wat heb jij nou voor advies aan dit soort jongens? En hij heeft een hele bijzondere switch gemaakt. Hij was echt een klassieke carrière. Daarna mm-hmm. heeft hij het roer helemaal omgegooid. En nou maakt hij gewoon zijn eigen pop. Jazz, van alles zit erin, zijn eigen muziek, met elektrische harp en van alles. En daar gaat hij iets over vertellen, geeft hij advies. En daarna geeft hij nog advies over, wat is nou de sleutel tot succes? De sleutel tot succes. We gaan kijken naar een filmpje van Remy van Kesteren. Als iemand in zijn kracht staat, dan, ja, dat is, ik bedoel, ja, ik had het andere leven kunnen doen. En dan had ik iemand anders droom geleefd en dan, ja, dan ben je succesvol of zo, maar iets met waar je niet gelukkig van wordt. En nu, weet je, ons eerste clubtoertje stonden we in kleine achterafzaaltjes met een bandje te spelen voor een paar mensen. We verdienen er nauwelijks iets aan, maar ik was gelukkiger dan ooit, weet je al. Terwijl in het verleden zitten dan duizenden mensen en voelde ik gewoon, dit is niet waar ik moet zijn nu. En dus ik weet nu meer dan ooit, ik kan echt 100% zeker zeggen dat je die droom, die echt, hetgene wat binnen in je zit, dat moet je naar buiten laten komen. En, dat vind ik echt heel goed advies. En heb jij ook voor alle mensen die professional willen worden in de muziek nog advies vanuit jouw eigen ervaring, hoe je ervoor zorgt dat je daar komt waar je wil zijn? Nou ja, los van wat ik dus net zei. Keihard werken. Ja, het is echt, ik bedoel, dat worden natuurlijk allemaal leuke fabeltjes over
over dat je aan je imago en zo en bla bla bla. Maar als je niet gewoon keihard werkt en je steekt al je tijd in de muziek en je gaat altijd op zoek naar anderen, heel veel inspiratie opdoen door naar anderen te luisteren. Maar vooral heel veel oefenen met je instrumenten. Zorgen dat je dat de baas wordt en dat je alles kan wat je wil. Ja, dat is eigenlijk... daarna begint het pas. Ja, keihard werken, keihard spelen ook. En vooral heel veel oefenen. Zijn jullie er klaar voor, mannen? Studeren jullie veel of niet? Ja, keihard werken ook. Ja, maar echt maar vooral heel veel plezier hebben. Heel goed. Ik ben. Geef ze een groot applaus. Stack Pariah! Stageband. Keiharde stage rockband hebben we gewoon in huis bij Hedon. Stack Pariah. Lekker hoor, mannen. En aan tafel is aangeschoven Victor Koning. Want Victor, jij bent gekozen tot het liedje van de maand. Ja, ja, klopt. Ja. En wat heeft Bertels er nog iets over gezegd? Nou ja, hij zei dus dat het hem raakte. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel erg kick om te horen wel. Om dat soort feedback te krijgen op iets wat je schrijft. Mm-hmm. Ja. En dat is ook de reden waarom die het koos. Ja. Is Bertolf ook een inspiratiebron? Ja, ja, wel. Ik kwam hier in Zwolle wonen toen was ik 16, dus zo'n 4 jaar geleden. Mm-hmm. En toen zag ik hem ook af en toe lopen, dus toen ben ik hem ook gaan volgen. En eigenlijk ja, vind ik het heel erg tof wat hij doet, dus het is zeker wel inspiratie. Oké, en jij zit hier op het conservatorium? Ja, wat studeer je? Ik studeer klassieke muziek, klassiek gitaar. Oké, is dit dan even een uitstapje wat je nu doet?
Ja, of iets eigenlijk wat ik ernaast zou willen doen. De genres een klein beetje verbreken en mezelf ook verbreden daarmee. Want wat is je hoofddoel? Wat zou je het allerliefst doen? Dus ook eigenlijk wat Remy ook net even in het video zei. Een podium creëren waar het bij elkaar kan komen. Of waar dingen samen kunnen bestaan. En waar je publiek ook breed is daardoor. Ja. En krijg je nou die kansen ook op Artes om dat te ontwikkelen? Krijg je daar les in? Als je zegt van nou, ik vind dat songwriter toch ook wel heel erg leuk om te doen? Nee, dat kan wel. Zeker in Enschede kan je ook singer-songwriter studeren. Dus, mm-hmm. dus je kan gewoon ook naar Enschede pendelen. Ja. Maar als klassiek gitarist is het niet mogelijk om daar toch even die zanglessen mee te pakken hier op school, op Artes? Ah, als je goed doorsmeekt, dan willen ze nog wel eens een lesje geven, dat wel. Ah, oké. Okay. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat voor liedje schrijf je? Het zit of het gaat naar de wat folky kant of ook wel wat soul muziek. Dus het is ook weer vrij breed. Maar wat ik nu ga spelen is een klein beetje een soort poppy R&B liedje. Ook wel met wat hiphop invloeden. Ja. Poppy R&B liedje met hiphop invloeden. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe heet het liedje? See You Go. See You Go. En waar gaat het over? Het gaat over het moment dat je je meisje achter het behang wil plakken. Ja. En daar heb ik een soort ironisch liedje over geschreven eigenlijk, ja. Met veel vragen. Ik ben heel benieuwd. Zing je het nog voor iemand? Oh ja, zit ze hier? Ja. Hij wil je wel achter het behang plakken. Geef me een groot applaus, Victor Koning. Is it the combination of basic miscommunication and occasionally me? Now living in the present here with new philosophies to find the remedies I need. I won't drown in my misery. I've been taught to swim, not to believe any lies. Suddenly, as a big surprise. I fell down once, I stood up twice. I'll be falling down or we'll be on the rise. You drew the line, now I'm bearing stripes. You realized I'm not your type of guy. Did you find me so self-preoccupied? You couldn't come to compromises anymore. And I can't see you go, but you went. Read the palms of my hands when I don't understand. If there's a future in our love and the ways that we take and mistakes that I make. Every day is a chase right back to the start. In all honesty, I easily find me acknowledging your beauty is more than astonishing. You're wondering what I'm wondering of, but I'm still wondering what you're wondering of. You hesitated no longer than the time I waited. We feel betrayed when the love gets underrated. Appreciated all the love you gave it. To have to make a hold, you both get isolated. Let's take it with a grain of salt. To sip the great insult, the deep assault of two young adults looking for the blames and faults. But if it's no one's fault after all, I want you to know that I can't see you go. But you went, read the palms of my hands when I don't understand. If there's a future in our love and the ways that we take and mistakes that I make. Every day is a chase right back to the start. I can't see you go, but you went, read the palms of my hands when I don't understand. If there's a future in our love and the ways that we take and mistakes that I make, every day is a chase right back to the start. Wow, mooi man. Fijn dat je er was. En we gaan zeker nog van je horen. Te gek. Geef hem nog één keer een groot applaus, Victor Koning. En dan gaan wij door. Ja, daar komt hij aangelopen, de knapste programmeur van heel Nederland. Geef me een groot applaus, Erik de Labelle. Oh.
En met Erik blikken we altijd terug, maar deze week vooral vooruit. Ja. Want we krijgen 5 mei komt eraan, het Bevrijdingsfestival. Zeker. Waar moeten we naartoe? Wat gaan we er even uitlichten? 5 mei heeft natuurlijk weer een hele mooie line-up met grote namen. Vorig jaar sloot Manu Chao af. Ja. Hele grote artiest. En dit jaar is het aan Kensington om het hoofdpodium af te sluiten. Dus dat is zeker wel een artiest die je moet gaan checken. Kensington. En dan heb jij een filmpje meegenomen van Kensington. Maar daar is even iets leuks mee, want Streets is dat nummer. Ja, in ons openingsjaar van Hedon kwam Kensington spelen. Toen deden ze maar 2 shows. 1 in Tivoli en 1 hier in Hedon. En die videoclip is hier toen opgenomen. Dus dat was wel een leuke bijkomstigheid. Laten we even kijken. Voor de mensen die de clip wel kennen, maar dit niet wisten. Hedon zit in de clip van Kensington. Komt-ie. Ja, want de oplettende kijker, ja, hij moet het terugspoelen om het te zien. Die kan zien dat de lampen die in de clip worden gebruikt, en als de regisseur even meedraait en we kijken nu naar het podium, dan zien we volgens mij exact dezelfde lampen als in de clip. Klopt dat? Ja, zeker. Nou, dat is bewijs geleverd. Ja. Was in Hedon. Het was in Hedon. Ja. Nee, het leukste van 5 mei is natuurlijk al die grote acts, maar we hebben het natuurlijk ook al over talentontwikkeling. Mm-hmm. En wat wij vanuit Hedon mogen doen op 5 mei is vooral nieuwe bands een kans geven op het Sena-podium. En dat is erg leuk. Elk jaar staan er allerlei artiesten die vooral uit Overijssel komen. Dit jaar een mooi programma met onder andere Money and the Man, bekend van de Hedonbeurs. Vorig jaar stond de huisband Jesse hier trouwens, zit ik niet te bedenken. Maar dit jaar ook Paul Shinna, Hard and Heady, Black Monsoon, ja, eigenlijk Rob DK. Eigenlijk te veel op te noemen, maar een mooi programma met talentvolle, veelbelovende acts. Allemaal Overijssels talent. Ja. En heel veelbelovende presentator ook, hoorde ik. Ja. Want? Ik mag zelf de bandjes aankondigen, wat ik erg leuk vind. Ja. Erik gaat het zelf doen. Ja. Helemaal super. Hey, heb jij nog andere tip voor ons? Tip of video wat ik nog heb meegenomen is misschien nog niet een hele bekende band, maar het is de band Wintersleep. Komt uit Canada. Bestaat al vanaf 2001. En het liedje wat ik heb meegenomen vind ik sowieso persoonlijk een heel mooi liedje, maar hij is ook in heel veel films en series gebruikt. Dus misschien kan je het daarvan herkennen. Zouden we nog kunnen kennen uit een serie? Oké, daar komt hij. Een filmpje Wintersleep. I got out of bed today, swear to God, couldn't see my face. I got out of bed today, staring at a ghost. Yes. Wanneer zijn ze in Hedon? 9 juni. Vrijdag 9 juni in de kleine zaal. In de kleine zaal. Enige show in Nederland. Doen heel Europa, dus ze staan op de tourposter Berlijn, Parijs, Londen, Hedon Zwolle. Hoe flik je dat? Ik was hier al heel lang mee bezig, dus de boeker die dit boekt, die wist dat ik dit een heel fijn bandje vond. Te gek. Ja. Erik, dankjewel. Oké. Tot de volgende. Yes. Joep. Erik de Labelle, ja. En dan gaan wij door en dan ga ik aan tafel vragen de Zwolse ambassadeur van de jazz, Tom Leeuwenburg. Yes. Hi. Welkom. Hi, hallo. Ja. Kijk. Now we're talking. Gewoon man in een zwart pak, ja, dat snap ik. Ik dacht, ik doe het even na. Hoe is het, Tom? Ja, ga goed. Ik vind het erg leuk om hier te zijn. Om, de sessie. Het gaat hartstikke goed. Ja, want, leg even uit voor mensen thuis. Ik programmeer nu 3 jaar lang de Room for Jazz Sessions in Zwolle. En deze maand, voor aankomende maand, 18 mei, is het de 50ste editie al. De 50ste al? De 50ste editie. En dat is een succes. En hoe verklaar je dat succes? Want eerlijk, ik hou van jazz, dat duurt ongeveer 10 minuten en daarna vind ik het spannend. Ja. Worden met mijn oren. Maar jij weet dat gewoon tot een knallende avond te maken in een kroeg. Ja, ik denk dat het succes zit in de locatie, in de soort avond en de regelmaat. Het was lastig beginnen, moet ik toegeven. Ik ben gewoon begonnen uit het feit dat ik vond dat er meer jazz kon in het avondleven in Zwolle. Ik miste eigenlijk gewoon een kroeg waar je gezellig wat kon drinken, kon eten, en er was live muziek.
En ook hele goede live muziek. En daarna had je ook de mogelijkheid om zelf te spelen. En ik zag die hier niet in Zwolle. En toen dacht ik, nou, dan richt ik hem zelf op. Omdat ik er zelf ook belang bij heb om lekker te spelen natuurlijk. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, er moet een tegenhanger zijn voor de grote uitgaansavond in Zwolle op de donderdag. Dus donderdag in het café, live muziek. Dus de avond was al snel geprikt. De locatie was ook snel gevonden. Want Living Room? De Living Room, ja. Het café wat al bekend staat als een muziekcafé. Er is mm-hmm. een podium, er is al alles aanwezig. Dus die hadden we ook snel gevonden en die vond het ook een gek idee. En toen zijn we gewoon gaan plannen. Dus nu waarom is dat zo'n geschikte locatie? Er komt al publiek wat al zin heeft in muziek. Of mm-hmm. die weten dat er vaak muziek is. Ze programmeren daar heel vaak. De Artes Consortium zit er al op de dinsdag. En nu wij dus, of ik dan, op de eerste en derde donderdag van de maand. En dan doen we het in combinatie met eten. Mensen kunnen gezellig op je komen eten. Het is gratis. Dat is misschien ook een goeie. En een beetje van studenten voor studenten probeer ik te krijgen, maar met hele hoge kwaliteit. Ik probeer nationaal talent naar Zwolle te brengen voor een gratis concert van een uur. En daarna heb je de mogelijkheid om die persoon te ontmoeten of mee te spelen of gewoon vragen te stellen. En om zelf weer te spelen op het podium. Ja, nou vergeet je toch wel één heel belangrijk ding. Want veel het is, verteld. Het is donderdag altijd. De speciaalbieavond ook nog eens. Ja. Een van de grootste trekkers, ja. Nee. Maar los van alle randprogrammering, want jullie spelen daar altijd zelf met jouw kwartet. Ja. Maar jij weet daar ook namen bij te krijgen dat ik denk, hoe doe je dat? Ja. Even gewoon Benjamin Herman. Loop ik op donderdagavond de kroeg in, staat Benjamin Herman daar te spelen. Ja, toen was het erg vol, ja. Hoe doe je dat? Gewoon bellen. Gewoon bellen? Ja. En dan, wat zeg je dan? Ik zeg, hey Benjamin, ik heb een hele leuke avond en zou je het gek leuk vinden om te komen spelen? Je krijgt dit ervoor terug en wij zouden het te gek vinden als je komt. En hij zei, hey, mij lijkt het ook leuk. Okay. En het is zo simpel. Ja, ik ben daar nooit schuw voor geweest. Ik denk, iedereen is mens en je kan iedereen vragen. En als hij het niet leuk vindt, zegt hij nee. En als hij het wel leuk vindt, zegt hij ja. En zo bel ik eigenlijk gewoon iedereen op. Ik ken al wel een hoop mensen. Ik had Benjamin al tijd in 2011, 6 maanden mee getoerd, dus die durfde ik al wat eerder te vragen, maar zo vraag ik door en zo groeit het ook, weet je. Ik probeer ook een beetje de Room for Jazz een soort van ding te maken wat dan in Zwolle is en dat Zwolle ook groeit als jazzstad, want de grens zit nou heel erg in het oosten, of in het westen bedoel ik, mm-hmm. en daar speelt het ook een beetje, maar waarom niet naar Zwolle, weet je wel. Kom voorbij Utrecht en ga naar Zwolle, zit toch tussen Groningen en Utrecht in en op de weg naar Duitsland, dus het zou ook een as kunnen zijn van Nederland. Ja, de poort naar het noorden. Juist, en dus daar probeer ik heel veel mensen van te vragen. Natuurlijk ben ik het eerste seizoen begonnen met mensen, docenten van Artes. Mm-hmm. Want dan krijg je natuurlijk de Artes Consortium studenten mee. Ja, en toen Henk de Ligt, Jan Wessels heb ik wel eens gezien. Ja, Tilman Junior, Sjoerd Dijkhuizen, Edion West. Die gaan we later in de uitzending nog erbij vragen. Ja, ja. En toen ben ik uit gaan breiden van, hey, ken je die? Nou, kan je erbij komen? En het is ontzettend leuk om te doen. Wie zou je nou een keer heel graag op die avond willen hebben? Ik heb hem eigenlijk, is het me gelukt om hem te krijgen. Wie is dat dan? Ben van Gelder. Ben van Gelder? Ja, dat is het nieuwe Nederlands talent. Misschien wel internationaal. Dat is echt een hele goeie. En we hebben de 5e editie en toen dacht ik, ik moet uitpakken. Maar die komt. En toen heb ik hem gebeld en hij komt. Maar je hebt daar dan ook gewoon een nummer van? Ja. Ja. een beetje onthouden. Oké. Okay. En als we even verder denken, nog verder dromen, kunnen we ook internationale artiesten verwachten daar? Ja, graag. Daar ben ik mee bezig geweest. En dat is toch altijd wat lastig, want dan ben ik toch ineens die kleine jongen die in een kroeg muziek programmeert. Wie ben je dan eigenlijk? Mm-hmm. Dus daar ben ik nog, daar probeer ik nog overheen te stappen. Maar daar probeer ik dus rekening te houden met of ze in de buurt van Noordzee komen. Of andere jazzfestivals of masterclasses komen geven in het land. Weet je, als ze op Kostorm van Amsterdam komen of Zwolle, probeer ik altijd even te vragen van, hey, als je in de buurt bent, zou je het leuk vinden? En zo zou ik nog verder willen groeien, ja. En als we echt even dromen, hoe groeit dit dan door? Past het dan nog in een kroeg straks? Nou, het mooiste zou wel zijn als Zwolle weer een eigen jazzfestival krijgt. Weer? Heeft Zwolle een jazzfestival gehad? Ik heb gehoord van wel. Ik ben daarover ingelicht. Dat kan ik niet helemaal... De feiten kunnen we misschien straks achterhalen. Ik heb gehoord van wel dat er volgens mij een jazzpodium was. Weet jij dat? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het ook niet. Nee. Maar ik denk dat er zeker... Nou, in ieder geval moet hij in ieder geval het komen. Moet er gewoon komen. Hij moet komen, of hij nou was of niet. We krijgen dan het Leeuwenburg Jazz Festival hier midden in de stad. Nou, dat zou wel heel... dat zou waanzinnig zijn, toch? Dat klinkt wel mooi eigenlijk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat ga je spelen? Want je hebt je kwartet bij. Ja. Moet je nog even voorstellen, de mannen? Nou, graag. Ja? Mag ik een groot applaus? Hugo Winkel op drums. Yes. Willem Ouwehand op gitaar. Yes. Sjors Schaap op drums.
op contrabas ook. Nou, ik ben er helemaal af. En we spelen al meer dan 3 jaar samen en ik ben heel blij dat ik met ze in een kwartet mag zitten. Goed, we zien je straks nog terug. Ik ga je naar het podium sturen. Ja, geef een groot applaus. Saxofonist Tom Leeuwenburg. Thank you.
Chat, dames en heren. Mooi, mannen. En dan wil ik Tom weer vragen om gauw bij mij aan tafel te komen. Want aan tafel heeft plaatsgenomen. En I'm gonna do it in Dutch. We hebben afgesproken dat ik het in het Nederlands mag doen. Ja, maar ja. Daar zit Adrian West, dames en heren. Ja. Zangdocent aan de Artes Conservatorium. Ja. En vandaag meegenomen door Tom. Want, Tom... We gaan... wat we gaan doen? Ja. Nou, Ella Fitzgerald zou deze maand 100 jaar zijn geworden. Mm-hmm. En we gaan er graag een tribute aan spelen. Toen heeft Boudewijn mij gevraagd, wie zou jij... zou dat willen doen en wie zou je dan mee willen nemen? En toen moest ik gelijk aan Adrian denken. Adrian is ook 2 keer of 1 keer te gast geweest. De 2e keer komt eraan op de Room for Jazz. En daar hebben onder andere de stukken van Ella gedaan. En ze heeft me toen wat meer verhalen erover verteld. Ik dacht van ja, zij is geschikt hiervoor. Want, Adrian, jij hebt Ella Fitzgerald wel eens ontmoet. Ja. Hoe ging dat? Nou, I met Ella in the 80s when I first came to live in Europe. And she was performing in Paris and I was from Broadway and I was performing also in Paris from Broadway. It was Ain't Misbehavin' and they called it Harlem Swing. It was the only time that they got to change that name from Ain't to Harlem Swing. And anyway, I met Ella and my then-to-be husband, David Cameron, and I were backstage and she was just one of the most gracious people you ever want to meet. And I think that people are have this illusion about stars and they think they're supposed to be all this, all that. I can tell you, when they're humble and they're gracious like that, that's a star. And she was so kind to us and so, as you would say here, lief. But more than that, you know, her gift was a gift that God only gave out one time. Everybody else is just trying to figure out what she's doing. Amazing, amazing. Then I saw her again at North Sea a few years later. I knew she was there, and I asked if I could see her, and her manager remembered me. And he said, she's going to remember you. And when I got backstage, she said, I know you. I know that last name is West, but I'm going to get that first name mixed up. And we sat and had another nice conversation. And I had done my first demo. At least I thought it was a demo. And I asked her if I could send it to her. And she says, yeah. And I did in California. And she sent me back her comments. What did she say? She didn't tell me to record it. She just, no. She was very kind. She gave me some pointers as to my approach. I've learned, I consider myself a street musician. I've worked with some great, great, great people and still do, but I mean people from the Basie band and the Ellington band, and they've grown me up. So when they say things to you, you really take them to heart and let them be absorbed. So when I listen to the quartet like this, I know that they have done their homework and they've listened to great people, because we call that in the States classic jazz, that this is classic cool jazz, and it's a special category of jazz. And it means that they've been listening. You have to listen, you know, and from that, your journey will, your soul gets involved and you begin to create. So compliments to you, because that was really just so nice. But yes, Ella is like that and was like that for me. When I signed with my record label and they said, you can do anything you want, I wanted to, it's funny because Sarah Vaughan actually is mommy for me. I love Sarah Vaughan very much. But in reading about Ella, the flip side of Ella, her recordings with Joe Pass in duo, the beauty of her voice, she loved and wanted to sing classically, and so did I. I was born with a classical voice first. She was a big woman. I used to be a very big girl. Her humbleness, her shyness, the private things that I've read about her and learned about her were very important to me as a person. And it wasn't about copycat killing, that's what I call it, copycat killing someone. It was about paying respect to someone who was given so much and who understands lyric. You know, she didn't improvise on everything in the way that people thought she did. She's known for that. Yes, that's special. But like, for example, the Gershwin boys, I call them the Gershwin brothers, Ira and George, they once wrote about Ella being their favorite singer
because she could sing anything that they wrote and not change one note and still make it swing. Now, people go out of their ways to try to make things swing, and Ella didn't do that. I mean, you could, she just was, and great. So the tribute is with love to Ella and Joe, and that's the name of the CD, and it is to her and her shyness and her inner beauty that she let come out through her instrument. You know, she really makes me want to cry sometimes because she's special, more than special. For alle kijkers die niet weten wie Ella Fitzgerald is, we hebben een klein clipje. They had to do this, you know. Went down to the dance, sat down by the wall, invited to dance by no one at all. Ah, that was very kind of you. There are other versions that are just so, from the word go, they're like, wow. So thank you. Yeah, Ella, very special. Very special. I mean, she's, you know, she's not physically getting involved with things, but she is so into the music and so like that, that you just go crazy about Ella. So I've come to understand other things about Ella that I didn't in the beginning, after all these years, and that's a great thing for me. You know, you keep learning, you keep growing, you keep understanding and paying respect too. What are you going to sing for us? Which song? Now we get to celebrate Ellington also. I'm an Ellington fan, and there's so many colors of Duke Ellington, and everyone thinks that it's just, I let a song go out of my heart. He did so many fantastic things also. Classically trained musician. And this song is one of my favorites, and I started doing it many years ago. We won't discuss how many years ago, but many years ago. And what I love about it is that song has humor. It lets me, because I love podium, I love the stage, it lets me talk to the guys in the house about how we go and buy nice things to look pretty for you. We get our hair done. We get our nails done. We put on our makeup very special, only for you to ignore us. The name of this Duke Ellington song is entitled Imagine, and ladies, you'll love this, Imagine My Frustration With No Invitation to Dance. Well, I'm gonna send you to the stage. Okay. And to all the guys, please dance a little bit and show some respect. Give it up for Adrian West. Who else could I be but
what they see. And then in my ear, someone said to me, "Wallflower, my dear, how come you can't see that they couldn't care less about your dress? You're in a mess and in excess. Imagine my frustration with no invitation to dance." Fantastisch dat hier was. Adrian West. En give it up voor Tommy's Tiny Big Band. Fantastisch gedaan, mannen. Fijn dat jullie er waren. En dan zijn wij alweer aan het einde van de fantastische uitzending Hail on Air. En dan wil ik jullie nog heel even op wijzen dat op 25 april we hier de Hail on Academy hebben. En die gaat helemaal over branding. En daar kan je gewoon naartoe. En wij zijn de volgende maand weer. Want dit was hem alweer. Hail on Air. En give it up straks nog een keer voor Tommy's Tiny Big Band.